Ja, vrienden, ik word steeds gebeld. Door een vriend van mij uit Rotterdam. En die zegt tegen mij, hey, wat moeten we met Feyenoord aan? Ik zeg, ja, met Feyenoord, dat weet ik ook niet. Feyenoord, die doet lekker mee in de competitie, toch? Ja, ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, maar ik maak mij zorgen een beetje over de trainer. Oh, ik zeg, wow, wat is er aan de hand aan? Ja, hij zegt, die Slot, wat denk je, gaat hij blijven? Bij Feyenoord is hij, ja, weet ik veel. Ik zeg, ik kan je wel één ding zeggen. Die Slot, die is eigenlijk te goed voor Feyenoord. Dat heb ik wel tegen hem gezegd. Ik zeg, ja. Ik zeg, die werkt eigenlijk een beetje onder zijn niveau. Want die zit met spelers die niet kunnen uitvoeren wat Slot heeft bedacht. Ja, zo is het natuurlijk wel. Ik zeg, ja, en nou? Hij zegt, ja, maar ik ben zo bang dat die Slot uiteindelijk weggaat bij Feyenoord. Zeg, nou, die kans is groot. Tuurlijk is die kans groot. Want er zijn natuurlijk allerlei clubs die ook goed opletten. En die zien in hem natuurlijk een hele goede trainer. Dus die denken van, nou, we gaan die Slot pakken. Ja, dat zit er natuurlijk aan te komen. Maar ja, zegt hij dan, en wat moeten wij dan bij Feyenoord? Ik zeg, nieuwe trainer, andere trainer, gewoon doorgaan. Waarom niet? Ik bedoel, niks aan de hand. Ik bedoel, de wereld houdt niet op en Slot. Ik zeg, ja, je hebt wel je hele positie nu op de ranglijst. Heb je te danken aan Slot en aan niks anders? Ik zeg, maar ja, dan gaan we gewoon een goede, nieuwe, andere trainer zoeken. Dus hij belt mij een week later, belt hij mij op. Hij zegt, maar wie moet hem dan opvolgen? Wie dan? Ik zeg, nou, ik zeg, wat denk je van Kees van Wonderen, zei ik. Ja, ik zeg, goede trainer, doet het goed bij Go Ahead. Heeft bij Feyenoord gespeeld. Zegt, die kan Feyenoord rustig nemen. Ja, zegt hij, maar die gaat waarschijnlijk naar Groningen of naar Heerenveen. Of die gaat naar FC Utrecht. En die van Wonderen, dat gaat niet gebeuren. Ik zeg, ja, daar heb je misschien wel een beetje gelijk in. Dat kan zo zijn. Ik zeg, maar ja. Dus, belt hij weer op. Ja, belt hij weer op. Hij zei, ja, wie moet het dan zijn? Ik zeg, nou, denk eens even na over bijvoorbeeld Alfred Schreuder. Ik zeg, dat is er nou eentje waarvan ik denk, ja, die kan het zomaar zijn voor Feyenoord. Ja, hij heeft natuurlijk een beetje een Ajax verleden. Die heeft de goede jongens aan het werk gezien. Die heeft Den Haag zien werken. Die heeft Koeman zien werken. Ik zeg, die is geschikt voor Feyenoord. Hup! Ik heb het nog niet gezegd of Club Brugge tekent Alfred Schreuder. En pring, daar ging mijn telefoon weer. En hij zegt ja, en wie nu? Ik zei ja, wie nu? Dus ik ging maar even nadenken. En dat duurde niet lang hoor. Ik zeg, Wim Jonk, dat is jullie man. Wim Jonk, die heeft Volendam nu in 2 jaar tijd gewoon naar boven gebracht in die keukendivisie. Ik zeg, en dat is de man met de visie voor modern voetbal. Die moet Feyenoord nemen. Nou, helemaal tevreden hing hij op. Hij zegt, dankjewel haar. Ja, ik zeg, graag gedaan.